Dit is maar typisch beeld. Ik zit hier met een klein jongetje in bad. Maar ik zie jullie zo. Doei. Hij wordt nu in één keer in de bilspleet getrokken. Ik vind het moe. Tot de maat in, hè, Boku. Sorry. Dit is een hele nieuwe ervaring. En what are the tactics that you're going to use to reach the Shinotoku? Toke, 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 toke! Get out of my way! And do you touch! Okay, very good, Shinotoku! Wassee! 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 De bamboestok vol wensen gaat mee en de tocht begint. Nou, we zijn in een grotere groep van Vandoezies geraakt. En vanuit dit punt gaan we nu zo naar de shrine. Aroha! Aroha, ja! Een hele hoop bamboes bij elkaar aan het binden. Met alle wensen van dingen die ze aan de shrine kunnen offeren. Dit ligt een beetje denk aan carnaval. Mensen drinken zich compleet klem. En doen alsof het feest is met een hogere bedoeling. Ik doe rustig mee. En ook onderweg vloeit de sake. Het gaat zo beginnen. De Shinotoku komt zo in de menigte in. Iedereen heeft er complete zin in. Het is een geladen sfeer. Ik moet hem nu gaan aanraken. De stress is al om. Chaos is begonnen. Shinotoku aanraken is de bedoeling. Banzai! De mannen met emmertjes ijswater zijn van de tempel. Zij proberen door keihard met het water te smijten een weg te banen voor de Shinotoku, die met een paar beschermers naar de tempel probeert te komen. Shinotoku is daar.
Bij de tempel staan de monniken op hem te wachten om hem uit de menigte te trekken en binnen te sleuren. Wat nog niet zo eenvoudig is. Eerst moeten ze hem zien te vinden en dat terwijl de hectiek toeneemt, want iedereen grijpt de laatste kans aan om de Shinotoko aan te raken. En deze keer lijkt het er serieus even op dat hij dood is. Het shintoïstische ritueel wordt nu afgesloten. Shinotoko wordt nu de stad uitgestuurd, zodat hij alle zonden met zich meeneemt. Hij ziet er compleet gesloopt uit. Maar wat wel grappig is, is dat er maar een handjevol Japanners aanwezig zijn om het ritueel af te maken. Het is blijkbaar erg belangrijk om met z'n allen proberen aan te raken. Maar ik word nu maar omringd door een 200-tal mensen. Dus blijkbaar is het afsluiten van het ritueel niet zo belangrijk. Wil je meer weten over het shintoïsme? Of wil je holy shit ergens anders heen sturen? Ga naar de website holyshit.karo.nl. Het is een stukje bamboe. Dit maakt zoiets tot een prop. Dat gooit naar Shinotoko toe en dan heeft hij het ongeluk voor het komende jaar bij zich. Dat moet hij dragen en bewaren, zodat wij met z'n allen verlost zijn van onze zonden. Hij moet nou 3 rondjes lopen rond deze gebedsplek en gaat dan zo direct het dorp uitgeschopt worden. Ik ben verlost van mijn zonde. Ja, daar gaat hij nu. Hij wordt nu het dorp uitgedreven. Iedereen blijft hier staan. Hadaka Matsuri is nu afgelopen. Het ritueel is klaar. Het is grappig, na de idiotie van vanmiddag was dit dan Hadaka Matsuri. En als je naar de gezichten kijkt van iedereen, lijkt wel alsof je af en toe eraf kan lezen van, was dit het dan? Ja, dit was het. Na het ritueel komt die Shinotoko direct weer terug om de rest van het jaar een ceremoniële rol te vervullen. Als speciale gast hebben wij nu even de mogelijkheid om zo de Shinotoko te bespreken. En wat moet ik zeggen over het Shintoïsme? Het is natuurlijk een geloof dat in essentie over harmonie gaat. En nu hebben wij net toevallig dat jaarlijks ritueel meegemaakt dat wel het tegenovergestelde is, dat een compleet pandemonium is. Fascinerend. Iets wat ik nooit zal vergeten. Tegelijkertijd heb ik daardoor misschien wat vertrokken beeld van Shintoïsme. Maar de gedachte op zich die kan ik wel plaatsen. Het feit dat jij je plek vindt in harmonie vind ik schitterend. First of all, congratulations. How do you feel? That's sick on the points. Is there one specific thing that you remember? Because it must have been a really intense experience. そうですね。 守ってくれる方がたくさん見えて、ありがたかったですね。And physically, does he have any injuries? 気持ちの上では満足でいっぱいなんですが、
体は正直痛いですね。Well, I want to thank him for his time and my respect to him. Yeah, ありがとうございました。Thank you. Take care. Arigato.